justice, rest in peace. I'm calling you dreams and hopes on my shoulders now. You're the one who made me do this. This is for you. My revenge. Suckers. We zijn vanavond in Manifesto, waar een urban dance battle plaatsvindt. Ik ben benieuwd hoe de skills van de Hoornse talent erbij hangen. Wees niet bang, alles wat dichterbij. We don't bite. Zo, moet ik de regels even uitleggen? Oké, eerst een selectie doen. Er worden 10 namen opgenoemd. En dan moet je hier zo, bij de trap, klaarstaan. De 45 seconden. En we proberen nou nog een naam. Ik zal gaan we door tot weer 10. We hebben weer 10 namen opgenoemd. En dan gaan we weer verder. We hebben net de voorronde meegemaakt. Wat is zo'n 23 deelnemers? Heb je er echt talent tussen? 25 deelnemers, oké. Okay. Heb je er ook echt talent tussen gezien al? Zeker, wauw. Ik heb nu 4 deelnemers gezien die met Hollandska Talent hebben meegedaan. Hollandska Talent en jonkies, 4 jaar, 5 jaar oud. Helemaal super. En de rest ook natuurlijk. Ja. Heb je al een paar namen waarvan je denkt die gaan nog groot worden? Ik heb nu al 25 namen die ik opgenoemd heb, maar ik kan ze echt niet onthouden. Heb je al grote talenten gezien ertussen? Ja, zeker. Winston en ik zagen al een jongetje die we vroeger les gaven in de Hoorn. Riley heet hij. Ja, die jongen die kwam winterweer met de fiets met zijn moeder. Dan kwam hij gewoon elke keer naar de dansschool zeg maar, om te dansen. En hij heeft bij mij op de les gezeten, bij Winston, bij Sandra Wessels, bij Lucinda en nu bij Chachi, ook Chachi Cullum. De toekomst van de dance battles in Hoorn, zie je die rooskleurig in? Is dit hartstikke rooskleurig in, want eerste editie gelijk 25 deelnemers. Dus volgende editie wordt meer. Ja.